Fractieleider van de politieke partij BEP, meneer Ronnie Assambina, geeft aan dat er tot dusver de gemeenschap in Brokopondo niet precies weet wat er zal gebeuren of wat er gebeurt met betrekking tot het cyanidevraagstuk. Volgens meneer Assambina is er ook nog heel veel ruis vanuit de regering zelf met betrekking tot het cyanidevraagstuk. Wij voeren u terug naar het moment met meneer Assambina. Dus ik moet eerlijk zeggen, als we praten over Brokopondo, dan moet ik zeggen dat het incasseringsvermogen van die districtsbewoners danig, ja, is aangetast. Buiten hun invloedssfeer om voor een belangrijk deel. Die case van cyanide is daar, waarbij binnen een tijdbestek van een paar dagen de regering, meerdere regeringsautoriteiten, een ommezwaai van 180 graden hebben gemaakt. Hier in het parlement is niemand anders dan de regering bij monden van de minister van Rom aangegeven dat er cyanide is geconstateerd in het water. 1600 maal. De DC van Brokopondo is uitgekomen en aangegeven dat hij zijn bestuursambtenaren heeft gestuurd naar verschillende plekken. En men heeft, het is onderworpen toch, aan een test. En het is positief cyanide. De VP is gevlogen en hij is zelf gewezen, kijk, hier wordt er met cyanide gewerkt, daar wordt er met cyanide gewerkt. De DC heeft die mensen afgeraden om het water niet te drinken. Om na verloop van tijd een ander verhaal te horen, dat er niks mis mee is. Alles is oké. De directeur van SWM zelf is naar het gebied gegaan en demonstratief leidingwater gedronken. Maar de keiharde realiteit is dat al deze informatie van dat er niks aan de hand is, het ene oor ingaat van de gemiddelde districtbewoner en het andere oor uit. Dus er is een issue. De regering moet niet doen alsof de kous af is, er is geen issue. Want die mensen drinken het water niet. Men drinkt het leidingwater niet. Dat komt uit het Stuwmeer. U gaat naar Sarakreek, u gaat naar Brunswijk, het water wordt niet geconsumeerd. Dus er is een probleem. Een regering moet dienstbaar zijn naar de samenleving. Dus wanneer een vraagstuk van water zich manifesteert en voordoet, kan de regering niet doen toch, alsof er niks aan de hand is. Toegang tot gezond water, beschikbaarheid van gezond water, is een mensenrecht. Als u kijkt naar die 17 ontwikkelingsdoelen, dan zult u in dat binnen de eerste 3 of 4 toegang tot gezond water, veilig water, daar preek als een van die belangrijke doelen. Dus er is een issue. Ja, binnen 2 jaren hebben we gehad in Brokopondo wateroverlast, 3 maanden onafgebroken. Die mensen zouden gecompenseerd worden tot de dag van vandaag. Nada. Hier tot 2 maal toe. Ja, moties. Ja, de coalitiefractie gewoon gestopt in de prullenmand. Er is zelf het woord anaiwoko in de mond genomen. En tot de dag van vandaag heeft men de daad bij het woord gevoegd. Want anaiwoko toen naar Brokopondo tot de dag van vandaag. Vervolgens hebben we een situatie gehad van zogenaamd informatie over dambreuk. Het was geen dambreuk, maar wat doe je met het verstandelijk vermogen, het geestelijk vermogen van die mensen? Ja, om na verloop van tijd dat van cyanide te vernemen, waarbij de regeringsautoriteiten zelf hebben aangegeven, mensen, paniek, want het water is gecontamineerd. Drink het niet, om niet te vernemen van nee, er is geen vuiltje aan de lucht. Meneer Assambina, met betrekking tot Brokopondo, we blijven nog even bij Brokopondo, want de gemeenschap klaagt nog steeds dat hun kinderen last hebben van diarree en braken. En wanneer de regering vraagt over de sana situatie eigenlijk, horen wij er niets over. Bent u met die case in aanraking gekomen met betrekking tot het braken met braken en diarree? Dus ik denk dat een algemeen probleem is. Ook hier in Paramaribo, mijn zoon heb ik vandaag naar de dokter gebracht, al 3-4 dagen. Constant amai braak, diarree en dergelijke. En de arts, mijn huisarts heeft mij gezegd, hij praat niet over een epidemie, maar het is wel iets dat nu gaande is. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb die signalen niet opgevangen dat het SEC en de betrekking heeft op Brokopondo. Maar het is weer daar een signaal, de vrees, de
angst die men heeft, ja, over het water dat men beschikbaar stelt aan die mensen om te consumeren. En wat ik al eerder aangaf, het water wordt niet voor de inwendige mens gebruikt. En dat moet een signaal zijn voor de overheid om een pas op de plaats te maken en daarvoor in aanmerking komende maatregelen te krijgen. Het kan niet zo zijn dat jij als beleidsmaker, toch, bestuurder van het land, dat je communiceert met je onderdanen, met de samenleving, en die informatie vindt geen ingang bij die mensen. Het gaat het ene oor in en het andere oor uit. Dat betekent dat er sprake is van een vertrouwenscrisis. En in die relatie overheid-samenleving mag nooit en te nimmer sprake zijn van een vertrouwenscrisis.